Ja, kijk, ik gebruikte de vergelijking van de leegstad van Amsterdam om aan te geven dat het eigenlijk om gigantische vloeroppervlakte gaat. Hè? Een equivalent van 10.000 appartementen. En naar mijn idee zal die leegstand nog wel gaan toenemen. Niet alleen in Amsterdam, maar bijvoorbeeld hier ook in Den Haag. Wat je op dit moment in Den Haag ziet, is dat steeds meer ministeries met z'n tweeën onder één dak terechtkomen. En dat heeft te maken met het feit dat er per werknemer steeds minder werkplekken komen. Het nieuwe werken begint zijn vorm te krijgen. Dus een werkgever, de overheid, maar ook private werkgevers, die zeggen al snel, we maken nu niet meer 0,9 werkplek per werknemer, maar we maken 0,7 werkplek per werknemer. Dat lijkt een kleine stap, maar dat scheelt meer dan 20% in het aantal werkplekken. En dat betekent dus dat de vraag naar kantoorruimte de komende tijd nog wel verder af zal nemen. We moeten, als we naar de woningmarkt kijken en ons realiseren dat we decennia lang te maken hebben gehad met allerlei vervormingen en verstoringen op die woningmarkt, dan is het een illusie om te denken dat we dat binnen een jaar allemaal recht gebreien hebben. Daar gaan er jaren overheen. We zijn bezig met de hervorming van de woningmarkt. En die hervorming leidt ertoe dat we in de koopsector de fiscale bevoordeling afbouwen. Dat kun je niet snel doen, omdat dat grote gevolgen heeft voor eigenaarbewoners. Maar het is wel een noodzakelijk proces. Daar zitten we nu in. En in de huursector hebben we te maken met de noodzaak om de prijzen te verhogen. En ook dat kun je alleen maar geleidelijk doen. Dus er is geen snelle remedie voor de problemen in de woningmarkt. We hebben ook maatregelen getroffen die wat zeg maar, korte termijn effect hebben. Dus we hebben bijvoorbeeld een maatregel getroffen om energiebesparing te bevorderen. We zijn bezig met een besparingsfonds. Daar heeft het kabinet 185 miljoen voor uitgetrokken. We zijn bezig met een btw-verlaging die de impuls voor de bouw geeft. We hebben de overdrachtsbelasting verlaagd. Dat zijn allemaal korte termijn maatregelen die zeg maar, uiteindelijk het crisiseffect minder sterk doen zijn. Of het zijn investeringen voor de toekomst die altijd renderen. Dus we geven te veel uit aan energie bij het wonen. 35% van de totale woonlasten zijn inmiddels energielasten. Nou, met zo'n besparingsfonds en besparingsoplossing kun je de woonlasten omlaag brengen. Nou, daar word ik echt blij van voor de korte termijn. Maar ik word echt ook blij als we de lange termijn benadering blijven volhouden. Ja, wat je dus ziet is dat je met name tijd nodig hebt. Je ziet dat er partijen zijn die nog steeds denken op korte termijn naar een exit te kunnen. Dus op korte termijn waarde toevoegen en dan weg kunnen stappen. Mijn idee is dat het verdienmodel en de basis van pensioenfondsen die op lange termijn hun geld verdienen aan vastgoed, dat daar veel meer de geleerdheid moet zijn bij het beginstadium. Dus betrokkenheid vanaf dag 1. Niet iemand er snel tussen laten zitten die er heel veel geld aan kan verdienen. Want het risico is heel beperkt omdat ze niet heel veel kunnen bijdragen op dit moment, omdat er weinig geld is. Dus je zult langjarige commitment moeten hebben in een gebied en in een termijn. En wat je steeds meer ziet is dat mensen zich realiseren dat een 10-jarige huurovereenkomst ook echt 10 jaar duurt. En in het verleden werd nog wel eens gedacht van nou die blijven er wel 30 jaar zitten. Nou dat is voorbij. Na 10 jaar moet je nog steeds wat met je vastgoed. En dan is het heel belangrijk dat je kijkt naar wat is de alternatieve aanwendbaarheid van het product. Kan je er bijvoorbeeld wonen? Dus die geleerdheid van nu tot een langer jaar termijn heeft met name te maken met wat kan je er op de lange termijn mee. En dat vind ik veel duurzamer dan nu een zonnepaneel op je dak leggen. Want dat is niet waar het volgens mij op dit moment over gaat.